Jij ging helemaal stuk houden. Vier spelers worden overgeleverd aan 6 knettergekke straffen. Wie maakt het minste geluid en ontloopt daarmee de eindstraf in Stefan's Stilste Show? Voor de eerste aflevering van dit seizoen is Stefan's Stilste Studio omgebouwd tot feestlocatie. Als echte gangmaker op feestjes ligt dit thema helemaal in Stefan's straatje. Alleen behoort dit feestje wel plaats te vinden in absolute stilte. Deze week zal Stefan het opnemen tegen 3 nieuwe uitdagers. De Stilste Show veteranen. Bestaande uit programmamaker en DJ Giel, televisiepresentator Dennis en ondernemende influencer Shahid. Ja, ja, jongens! Hoppatee! Giel, inmiddels een Stilste Show veteraan. Maar ik vind het toch steeds niet heel erg leuk. Nee? Nee. Ja, misschien vandaag wel, want het is wel feest, hè? Ja, maar het is jouw verjaardagsfeestje. Ja, dat is waar. Snap je? Dus ik ben wel blij dat je vrienden hebt. Ja. Weet je wel, er zijn in ieder geval mensen gekomen op je verjaardag. Blij dat ik niet alleen ben, inderdaad. Exact. Dennis, goed dat je er bent, maat. Jij dacht, na het succes van vorige keer kom ik nog een keer. Ja, nou, vorige keer kwam ik er natuurlijk heel goed mee weg, uiteindelijk. Ik ga er gewoon vanuit dat het weer gewoon helemaal goed komt. Shahid, jij bent er ook weer bij. Bij jou vorige keer trouwens ook een heel groot succes, want jij had al verloren. Ik had verloren, ja. Ja. Ik moest in de ring staan. Ja. En waarom ik nu meedoe, weet ik ook niet. Ik ga nu proberen echt te focussen. Ja. We gaan voor Dennis dat hij eraf gaat. Ja, want wij hebben allebei best wel vaak verloren al natuurlijk. Ja. Jij hebt vorige keer verloren, alleen Dennis heeft nog nooit verloren. Oh, leuk. Alle focus op mij. Ja, nu al. Nou, let's go, bitches. Goed, heren. Genoeg geluld. Welkom in Stefan's Stilste Studio. Yeah, fuck yes. De plek waar we in alle stilte graag de opnames willen uitvoeren. Waarin ik zo dadelijk de strafbel laat klinken, worden jullie decibelmeters geactiveerd en wordt ieder geluid geregistreerd. Degene die na 6 straffen het minst stil is gebleven, moet de ultieme eindstraf ondergaan. Kijk, en Dennis is nu al aan het oefenen om stil te zijn, hè? Ja, ja. Wat ben je aan het doen? Nee, niks. Ik concentreer me gewoon. Ik wil gewoon echt niet verliezen. Ik wil niet verliezen! Goed. Alles duidelijk? Ja. Party on, ouwe rockers. Stilte voor de opname. Bruine fruitschaal. Dit heeft toch niks met feest te maken? Een bruine fruitschaal is een andere benaming, volgens mij, voor bittergarnituur, toch? Nou, dan kom maar door met die bitterballen. Wat is de bedoeling? Het is te hopen dat het eerste slachtoffer van deze aflevering van gefrituurd voedsel houdt. Ik hou daar wel van. Kom maar door. De terrortrein bepaalt zo dadelijk wie er een lekker hapje mag proeven. Op de terrortrein liggen 4 feesttoeters. Alleen werkt er eentje niet helemaal. Op mijn teken mogen jullie blazen. Pakken. Ja, ik pak mijn lievelingskleur blauw. Ik wil pakken, Shahid. Ik wil gewoon de laatste pakken. Fuck it. Dennis, pak alsjeblieft degene die het niet doet. Mijn lievelingskleur is groen, dus het kan niet misgaan. Rood, rood, shit. Je hebt groen. Ik ben een lul. De verliezer mag gaan genieten van de heerlijke delicatessen uit Stefan's eigen frituur. Alleen is de frituur niet goed in de gaten gehouden. En zo zijn er enkele zeer vreemde producten in terechtgekomen. Eet smakelijk! Madame Chinette helemaal in je rond. Wist ik veel wat dat was? Hé, maar heel eerlijk, vanaf nu, zodra Stefan weer een uitnodiging stuurt, jongens, ik heb een verjaardagsfeestje, ja. Ik kom niet. Nee.
Surprise. Surprise. Ik heb ook wel een verrassing straks. Ja, heb je een leuke verrassing? Nee, ik denk het wel. De volgende speler staat een verrassing te wachten. Nou, je hebt gelijk. Het is tijd voor een oud-Hollands verjaardagsspelletje. De oude vertrouwde krokodil bepaalt welke speler er naar een cadeautje mag grabbelen. Dat zit hij te lachen, joh. Alsof hij weet wat er gaat komen. Ja. Wat een lul, joh. Druk omste de beurt een tand in en als de krokodil hapt, dan ben je de lul. Oké, ja. Daar gaan we. Wat zeg je? Wat? Klok mee. Ja, dan gaat hij ook. Zo. De verliezer mag zich klaar gaan maken voor een surprise. Vis twee cadeautjes uit de grabbeldoos, maar doe dit wel in stilte. Mijn hand is helemaal naar de malle moer. Het is zo grappig als je dan hier in kijkt en, en zie je dat handje zo er naartoe gaat. En dan even die vinger op te kijken en dan hoor je. Oh man. Oh, bierpong. Oh, bierpong. Ah nee. Ja, dat is die tafel daar. Maar wat zou dan de straf kunnen zijn met bierpong? Dat je iets goors met hem binnen moet. Ja, dat denk ik. Het zal wel weer. Zeg je feestje, dan zeg je beerpong. Wie kent het niet? Twee van jullie mogen het zo dadelijk tegen elkaar opnemen. Voor jullie staan vier feestelijke shotjes. Pak ieder een eigen shotglaasje. En op mijn teken mogen jullie hem drinken. De verliezers merken het vanzelf. Ik weet het niet, man. Ja, dat is lekker. Welke gaat het worden? Ja, die? Hij ruikt niks, hè? Deze. Dennis maken zich op voor een potje beerpong. Alleen zit er geen bier in deze bekers, maar zijn ze gevuld met niet bepaald smakelijke drankjes. Mogen de beste winnen.
Jij ging helemaal stuk houden. Oh. Lucht hier. We vallen helemaal uit elkaar hier, houden. De winnaar is Giel. Bierdouche. Oh. Oh nee. Nou, ik zie het al naast me zitten. Ja. De enige die een biershirt aan en je hebt nog geen straf ondergaan. Voor de komende speler staat de grootste nachtmerrie van elke artiest te wachten. Degene die de afgelopen rondes het minst stil is geweest en er dus het slechtst voor staat, krijgt van mij een klein voordeeltje. Hij mag aanwijzen wie er de volgende ronde het podium op gaat. Oh! Wij twee, 100%. Nou, weet ik niet. Het gaat één van jullie zijn. Kies verstandig, want anders moet je tijdens de ultieme eindstraf de pijnlijke gevolgen van een flink uit de hand gelopen feestje trotseren. Iemand die natuurlijk op de tweede plek ligt, die ook veel lawaai heeft, waar je zou kunnen denken, die zou je ook kunnen geven. Want die maakt dan misschien wellicht nog meer lawaai, dat je de eindstraf niet hebt. Dus het kan tactische zet zijn. Degene die de afgelopen rondes het minst stil is geweest, is... Dennis. Ja, dat dacht ik al. Yes! De grootste nachtmerrie voor iedere artiest. De bierdouche. Stefan neemt plaats op het podium voor de performance van zijn leven, terwijl de anderen hem bekogelen met bekertjes bier. Was een klap, hè? Hey, hoe vond je dit? Ja, fucking kut, ouwe. Vond alleen, ik wil wel mijn geld regelen. Ik vond de show niet zo goed. Nee. Je ruikt nog een klein beetje naar het bier? Maat, ik ruik de komende maanden nog naar bier, denk ik. Ik vind het, vond het wel echt een top optreden. Ja, thanks. Ja, ik heb echt mijn best gedaan ook. Wat was het ergste aan die bierdouche? De stank, de kou en het idee of zo. Spelletjestijd.
Ah, leuk. Ik ben gek op spelletjes. Op de terrortrein bevinden zich 4 cupcakes. 1 met daaronder een rode sticker. Heb je deze te pakken? Dan ben je de lul. Op mijn teken mag je hem omdraaien. Weet je wat ik ga doen? Ik wacht eventjes. Ja. Ik laat jullie eerst lekker kiezen. Oké, dan zet ik hem terug. Zet je hem terug? Wat? Wat? Zet je hem terug? Heb je gekeken zeker? Ik heb niet gekeken. Zet hem weer terug. Ja, dan moet je hem hier. Dan moet je hem houden over. Vertrouwen van een meester. Kan nog ruilen? Nee. Oh man. Voor de die? Ruilen? Ja, dat is chill. Ik heb geen keus meer. Shahid is de mol in het mollenspel. De andere spelers moeten hem zien te raken met hun hamers wanneer hij opduikt uit een van zijn holletjes. Maat, ik ben nog nooit zo vaak geslagen, man. Dat was echt veel gek. Wat zeg je nou, man, mafkees? Oh. Jij bent echt een goede mol, man. Ja, of niet? Lekker shit. Goed gedaan, joh. Goede mol. Goed. Echt goede mol bij jou. Ja. Hey, jongens, laatste ronde, ronde 6. We hebben het overleefd, soort van. Verrassingsecht. Ah, verrassingsecht. Laatste ronde alweer. Jammer. Oh. Stefans feestje is al een tijdje gaande. En het begint langzaam te escaleren. Voor één van jullie wacht een verrassing, die de avond tot een nieuw hoogtepunt zal brengen. Neem iets met een mic, hoogtepunt? Hoogtepunt. Op de terrortrein heb ik 4 telefoons neergelegd. Pak allemaal een eigen telefoon en bel vervolgens met de extra telefoon. Het enige nummer wat erin staat. Ben je nou weer een lul? Hoezo? Hij was pak jij, jij pakt geen een. Nee, jullie leggen het lot bij mij in de handen. Oké, ik ga de telefoon pakken, jongens. Shahid zit klaar voor deze prachtige verrassingsact. Genieten mag, maar uiteraard in stilte. Oh, yes! Wat een gezeik! Een applaus voor die meneer! Oh, hoe moeilijk was dit? Heel moeilijk. Ja. Zonder geluid. Ja, tuurlijk, zonder geluid. Wauw. Jeez, wat een gezeik, hè. Zo, ik zag je genieten, hoor. Hey. Jeetje, mina. Dit is wel een nieuwe favoriete hobby van je, hè? Ja, dit was, ik weet niet, ik keek gewoon niet. Ik denk,
Ja. Ik vond het best ongemakkelijk. Het was ongemakkelijk. Het was heel ongemakkelijk voor die meneer, ja. Maar goed, jongens, we hebben het overleefd. Maar ik ben benieuwd wie de eindstel gaat pakken. Zal ik die ook gaan pakken? Ik ben echt bang dat ik de lul ben. Die kans zit er wel enorm aan dat jij die gaat pakken, ja. Nou, Daniel, verlos ons. Nou, dit feest is aardig uit de hand gelopen. Jullie hebben allemaal enorm veel geluid geproduceerd. De buren hebben geklaagd en de politie is inmiddels gebeld. Maar wie is er de afgelopen 6 rondes het minst stil geweest en zal de pijnlijke gevolgen van een uit de hand gelopen feestje moeten ondergaan? Ja, ik denk Dennis uiteraard. Of Shahid. Dennis of Shahid. Ik denk Dennis. Giel. Nee, ik ben rustig toch, Daniel? Stefan. Ja. Zie je, jullie zijn niet. Jullie zijn het in ieder geval niet. Bam! Lekker! Chill. Oké, dat is goed. Onze twee gasten zijn. Jongen, echt. Ik hoop dat jij het bent. Dennis en Shahid. Eén van jullie heeft net zoveel geluid gemaakt als een voorbijrazende Intercity-trein. Shahid. Dennis. Oh, ik kreeg hartverlamming. Ja, maat. Zeg Shahid. Degene die het minst stil is geweest en daarmee dus deze stilste show heeft verloren en de ultieme eindstraf zal moeten ondergaan, is Dennis. Ja! Nee! Oh, nee! Dit doet me zo fijn. Shit zo. Yeah. Oh. Ja, dit feest is voorbij. Ja. Feest is klaar. Ja, Dennis. Dennis Wening, meekomen. Deze kant op. Nee! Je was al... Heb je vorige keer ingeslikt? Kom maar, jongen. Goed. Ik ga Dennis meenemen. Hey, Dennis! Hey, man! Holy shit! Oh, joh. Ik hou niet van blaf van de honden, man. Dennis, ben je er klaar voor? I love you! 5, 4, 3, 2, 1, kom op, pak hem! Pak hem, eet hem. Oh, zo. Oh, Haal hem op. Hij laat niet los. Kijk, die kop van Dennis. Laat hij niet los. Hij laat niet los. Zo. Hoe is het? Voel je hem? Zo. Ja, hij staat echt te warm, man. Hey. Ja, ik denk dat ik een dikke trui aan had moeten doen. Holy shit. Oké, dit was het nog. Gelukkig leeft Dennis nog. Ontzettend bedankt voor het meedoen. En vergeet vooral niet te reageren, te liken. En volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. Tjee, dankjewel.